We staan in Hoog Karspel. Hier wordt de N23 aangelegd. De weg loopt van hier Hugewaard naar Enkhuizen. Hier loopt dan die weg en dan gaat hij in zo'n tunnelbak. Nou, ik ben kraanmachinist en met het team samen doen wij HBSI-buizen de grond inboren. Dat is een stalen buis. Onderkant zit een boorkop. Ja, die zit er al vastgelast. En dan heb ik een doorn en dan zakt hij in. En dan met mijn boormotor draaien naar een bepaalde diepte toe. Dus hier gaat hij zeg maar naar min 34 meter. Dit is geluidsarm, trillingsarm. Dat is ook voor de omgeving natuurlijk veel prettiger. Dit werk doe ik sinds 1995. Ik kom zelf uit de horeca, ik ben kok geweest. Dus het ene moment stond ik in de pannen te roeren en het andere moment stond ik buiten. Stond ik aan zware kubels te trekken, dus ja, dat was wel een omschakeling. Ja, ik ben de kraanmachinist. En dan hebben we nog een haaien, degene die eronder loopt. Die doet alles rond en om de kraan. Iemand die achter de goudpomp staat. Ja, wij doen het in principe met z'n drieën. Ik denk dat veiligheid bovenaan staat. Want je bent toch wel met zware spullen bezig. Je moet altijd alert blijven met dit werk. Altijd. Het is inderdaad een mooi vak. Je bent overal, je komt overal. Elk werk is toch ook weer een beetje een uitdaging. Het is gewoon iedere keer een andere locatie. Dat maakt het leukste van het werk. Ja, wel trots, ja. Dat je dat werk zo gemaakt hebt en goed gemaakt hebt. En dat alles nog staat. Geen verzakkingen. Dat is wel het belangrijkste, ja.